And there she is. Dit is de Amber One, een nieuwe elektrische auto. De Nederlandse start-up Amber Mobility onthulde hem op een event in Eindhoven. Amber Mobility is de start-up die autobezit overbodig gaat maken. Want ondanks dat de kosten van auto's heel erg hoog zijn, dat het heel erg veel tijd kost en dat het ook best wel veel moeite kost op het moment dat die auto onderhoud nodig heeft en dergelijke, hebben nog steeds heel erg veel mensen een auto voor hun eigen deur staan. En dat doen ze maar voor één reden. Dat is namelijk omdat ze er zeker van willen zijn dat op het moment dat er mobiliteit nodig is, dat mensen met de auto weg willen, dat die daar dan trouw voor de deur staat. Amber Mobility is bezig met de introductie van het Guaranteed Mobility programma. Oftewel, we gaan de garantie voor mobiliteit bieden zonder dat daar een eigen auto voor nodig is. Zonder dat je daar een eigen auto voor hoeft te bezitten. Het is heel simpel, je hebt een app. Je geeft op die app aan, ik heb nu mobiliteit nodig. Ik wil nu een auto hebben. En op dat moment zorgen wij dat er altijd een auto binnen loopafstand aanwezig is. Nou, het nadeel van auto's tegenwoordig is eigenlijk dat die auto's gemaakt zijn voor één bepaald doel. En dat is 23 uur per dag stilstaan. Want dat is de enige manier waarop ze tegenwoordig gebruikt worden. Dus als je een auto wil hebben die veel langer meegaat en veel intensiever gebruikt wil worden, dan ben je er nog niet met de auto's die er tegenwoordig zijn. Om een auto te maken die daadwerkelijk bedoeld is om te delen, om intensief gebruikt te worden, heb je een heel ander soort auto nodig dan de auto's die er tegenwoordig aanwezig zijn. Dus we kunnen het doen met bestaande auto's, maar het programma en de winst wordt gewoon veel groter op het moment dat wij daar onze eigen auto voor in kunnen zetten. Onze eigen auto is nog niet klaar. Dus wij zijn nu begonnen met het inzetten van BMW i3's. Dus dat zijn elektrische auto's. En met die elektrische auto's gaan wij zorgen dat dit systeem wordt opgebouwd. Dat het om wordt geschaald en dat wij uiteindelijk op het moment dat onze eigen auto klaar is, dat wij al veel verder zijn, veel dingen gevalideerd hebben. En eigenlijk alle kleine fouten die mogelijk nog voor kunnen komen er al uit hebben gehaald. Dus op het moment dat onze eigen auto klaar is, dan kunnen we pas echt gaan vliegen. Zelf ook heel veel over nadenken is bijvoorbeeld wat er redelijk vaak voorkomt. Is, stel je voor, Utrecht Centraal, er is een seine wisselstoring en er rijden geen treinen meer. Het hele treinstation ligt plat. Op dat moment zijn er heel erg veel mensen die onze dienst zouden willen gebruiken. Maar wat wij dan kunnen doen om te zorgen dat niet heel veel mensen in hun eentje een auto pakken en wegrijden en dat er daarna mensen overblijven, is zorgen dat mensen auto's gaan delen. Dus dat ze daadwerkelijk samen met elkaar naar de plaats van bestemming toe rijden. Dus dat zouden we nog kunnen introduceren om de druk waar die nodig is te verlagen. Omdat je dan niet één iemand per auto nodig hebt, maar heb je vier mensen die tegelijkertijd één auto gebruiken. Waardoor dus de vraag door vier gaat. En dat scheelt al een hele hoop. De plannen van Amber klinken ambitieus voor zo'n klein bedrijf. Maar in samenwerking met ABN AMRO en Adlon start het aan het eind van het jaar al een programma voor zakelijke rijders. Hiermee gaan 40 werknemers 10 auto's delen. Dit is een test om te kijken hoe het programma in het echte leven gaat werken. Pas in 2018 staat de lancering van de dienst voor gewone consumenten gepland. In eerste instantie in Eindhoven. Amber heeft dus nog wel eventjes de tijd om die grote ambities waar te maken.